In deze video laat ik zien hoe je steken opzet speciaal voor linkshandigen. Ik gebruik de duimwijsvingermethode, dit wordt ook wel de lange draadmethode genoemd. Steken opzetten is een van de moeilijkste dingen van breien, dus wees niet ongerust als het niet in één keer lukt. In deze video laat ik alles ook nog een keer zien in slow motion. Bij deze methode van opzetten heb je een lange draad nodig. Hoe lang hangt af van de dikte van je breinaald en hoeveel steken je wilt opzetten. We beginnen met het maken van een schuifknoop. Hiervoor leg je de draad over je duim en wijsvinger met het uiteinde van de draad aan de kant van je duim. De draad aan het uiteinde leg je over de andere draad heen. Dan pak je de. Onderste draad tussen je duim en wijsvinger, je trekt aan de loshangende draad en daarmee trek je de lus van je duim en wijsvinger af en dat trek je aan tot een knoop. Ik trek hem even los en dan laat ik het zo meteen nog een keer zien, maar dan nog wat langzamer. Je legt een draad over duim en wijsvinger, de loshangende draad aan de kant van de duim, die leg je over. De andere draad. De onderste draad pak je nu vast tussen je duim en je wijsvinger. Je trekt aan de loshangende draad ook de lus van je duim en je wijsvinger af. En je trekt hem aan. Nu pak je je breinaald erbij. Je schuift de lus over de breinaald. Door aan de draad te trekken, trek je de lus strak. En de schuifknop is meteen je eerste steek. Je pakt de breinaald in je linkerhand. Je let goed op wat de losse draad is en welke draad vast zit aan de bol. De losse draad leg je over je duim en de vaste draad over je wijsvinger met de breinaald in het midden. Je houdt de rest van de draden tussen je andere vingers vast zodat er strakke lussen ontstaan. Je haalt de naald nu onder de buitenkant van de lus bij de duim door, dan over de binnendraad van de duim. Daarna onder de binnendraad van de wijsvinger. En daarna uh, vanaf de bovenkant door de duimlus. En die lus laat je van je duim afglijden. En dan trek je de draden aan. En nu nog een keer in slow motion. Je haalt de naald vanaf onder. Vanaf de buitenkant door de duimlus. Je steekt hem omhoog. Vanaf de bovenkant. Doe je hem onder de draad bij je wijsvinger door. Dan ga je met de naald terug naar de duimlus. Je haalt hem daar doorheen. Naald laat de lus van je duim afglijden en je trekt de draad aan. Dan laat ik het nog een keer zien. Dit was de video over steken opzetten. Wil je een stukje nog een keer zien? Gebruik dan de timestamps. Wil je op de hoogte blijven van al mijn nieuwste video's en breipatronen? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal of op mijn nieuwsbrief. Je kunt me ook volgen op Instagram of Pinterest. De links staan in de omschrijving.